Goedendag. Ja, er waren perioden met zon vandaag, maar er trokken toch ook wel een aantal buien over het land. En soms waren dat hele geconcentreerde neerslagsituaties, zoals we dat hier kunnen zien. Prachtige foto waarbij dat regenscherm echt heel nauw is feitelijk. Dan plens het ook echt eventjes en 200 meter verderop is er niets aan de hand. Viel ook wel grotere buien hoor, maar er waren ook gebieden waar het nauwelijks nat werd en waar de zon scheen. Zoals bijvoorbeeld hier ook op Texel mooi te zien is. Blauwe lucht en ik denk dat blauwe lucht steeds meer te zien gaat worden vanaf het weekeinde. Want we krijgen te maken met een weersomslag. We gaan een paar mooie dagen tegemoet. Voordat het zover is, krijgen we vrijdag nog wel met een storing te maken. Op de kaart zien we die storing donderdagavond liggen, zo'n beetje boven Frankrijk. Een regengebied dat naar het noorden, noordoosten gaat trekken. En dat betekent dat Nederland ook met die bewolking te maken gaat krijgen in de loop van de nacht. En aan het eind van de nacht en in de ochtend in het zuiden ook wat regen. Later waarschijnlijk ook wel in het midden of noorden. De weermodellen zijn het nog niet eens echt helemaal eens hoe ver die neerslag naar het noorden gaat komen. Waar ze het wel over eens zijn, is dat zaterdag hoge druk steeds meer gaat domineren. Vanaf de Azoren bouwt dan een hoge drukgebied op richting Groot-Brittannië en de Noordzee. Het hoge drukgebied wordt steeds krachtiger. En dat betekent dat we vanaf zaterdag, zondag heel rustig weer gaan krijgen. En dat lijkt erop dat we dat volgende week ook gewoon houden. En dan krijgen we flink wat zon. En de temperaturen die gaan ook een stuk hoger uitkomen. Nou, vanavond nog wolkenvelden en opklaring. Ook nog wel lokaal een buitje. En dan neemt vanuit het zuiden die bewolking toe. En in de loop van de nacht kan er dan misschien in het zuiden of zuidoosten al wat regen gaan vallen. Temperaturen vannacht tussen de 11 en de 14 graden. In het noorden, dat duurt het veel langer voordat die bewolking komt. Misschien blijven daar ook nog wel een tijdje opklaringen. En dan daalt de temperatuur tot een graad of 7. Verder staat er een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En morgen overdag veel bewolking en periode met regen. Ik verwacht dat de meeste regen in het zuiden gaat vallen. Maar ook in het midden van het land kan het af en toe regenen. In het noorden, daar is nog wel kans op wat zon. Temperaturen tussen de 18 en de 20 graden en nog steeds een wind uit zuidelijke richtingen. Ja, dan hebben we vrijdag die nattigheid gehad. In de nacht naar zaterdag klaart het dan op. En dan moeten we er rekening mee houden dat het toch best wel mistig kan worden. En zaterdagochtend kan daardoor best wel grijs gaan beginnen. Maar als dat grijze weerbeeld is verdwenen in de loop van de ochtend, dan krijgen we zonnige perioden en loopt de temperatuur op naar zo'n 21 tot 25 graden in het zuidoosten. Zomaar alweer zomerse waarde daar. Ook zondag is dat het geval, 21 tot 25 graden met weinig wind en droog weer zijn dan flinke zonnige perioden. En dat geldt ook voor de maandag, want dan loopt de temperatuur zelfs nog verder op. Kan het zelfs 23 tot 27 graden worden. Kijken we dan ook nog eventjes verder, dan zien we, en dat vind ik toch wel leuk om te laten zien, voor de regio Midden-Nederland, dat de kans op zomerse dagen volgende week best wel aan het toenemen is. We zien eigenlijk al dat dat gaat gebeuren vanaf dinsdag, maar kijk ook woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, allemaal zo'n 50% kans op een zomerse temperatuur, 25 graden of hoger. En voor het zuiden van het land is dat zelfs nog wat hoger, die kans. Kortom, het wordt echt wel weer wat warmer en zonniger. Fijne dag.